wat er ook van zij. Ik ga ze er nog eens bij roepen, de regisseurs van de film Laure de Clermont-Tonnerre en Mathias Schoenaert. Welcome back again, guys. Congratulations. Ik ga zo meteen het woord aan het publiek geven. Jullie mogen zelf de vragen stellen. Ik kan me inbeelden dat jullie met wat vragen zitten, dingen die jullie willen weten. Misschien dat ik gewoon nog een eerste vraag kan stellen. Vertel eens iets over de plek waar jullie hebben gedraaid, want dat ziet er allemaal vrij authentiek uit. Ja, we hebben gedraaid in de oudste gevangenis van Amerika, Nevada State Prison. Een plek die een enorme geschiedenis en enorm veel energie in zich draagt en die enorm heeft bijgedragen tot het... tot de textuur van de film en ook tot het gevoel dat wij hadden bij het draaien. En die een enorme meerwaarde heeft gegeven en die een enorme ziel aan de film geeft. Ja, het is alsof de muren spreken daar. Het is ongelooflijk. Ja. Goed, ik kijk even naar de zaal. Als er iemand zin heeft om een vraag te stellen, dan mag je gewoon je hand in de lucht steken. En dan komt er iemand met een micro naar jou toe. Ik weet, het is een klein beetje intimiderend, er zit vrij veel volk, maar het is helemaal niet erg. Je moet zeker niet bang zijn. Veel mensen weinig handen in de lucht. Kom maar jongens, ik kan beter. Nee? Ik zal het nog eentje stellen. Loog, while we wait for people to... Ah, someone has a question. Oké. Okay. Ja, ik heb een vraag. Ik zag op de generiek dat het paard door drie paarden is gespeeld. Is dat dan een tam, een wild en een heel wild? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat klopt. Dat is een compleet wild paard, een half wild paard en een heel lief paard. Maar het grappige is, tijdens de voorbereidingen van de film, ik denk een aantal maanden voor we de film gedraaid hebben, was ik met Laure bij een horse trainer gegaan. En die had verschillende paarden en we waren nog op zoek naar het paard. En dus we waren met een aantal paarden aan het bekijken en plots zag ik een ander paard staan, verder in de wei, dat volledig mijn aandacht... ik was compleet gehypnotiseerd door dat paard en toen heb ik tegen Laure gezegd, dat paard, dat is mijn paard. Ja, en toen heeft Laure gezegd, oké, maar dat was de uitdaging om een paard te vinden, om twee andere paarden te vinden die daar perfect op leken natuurlijk. Goeie vraag om te beginnen. We kunnen nog even doorgaan als er nog moedige mensen zijn die een hand even in de lucht willen steken. We hebben hier op de eerste rij iemand. Kunnen we daar een micro naar krijgen, alsjeblieft? Helemaal van voren. Spreekt hij gewoon Vlaams of niet? Yeah, she doesn't understand Flemish, I'm sorry. She's a French director, you know. Heb je ooit schrik gehad, Matthias? Schrik? Niks, ja. Jongen, niks. Zeg, ik ben van Antwerpen en ik heb geen schrik. Nee, natuurlijk, tuurlijk. Ik had af en toe was ik wel onder de indruk. Zo'n paard. Als je daarmee in de ring staat, letterlijk, want ik stond een paar keer in de ring. Dus alsof je in de ring staat met 10 Mike Tyson, so imagine that. Dat is beangstigend. Ah ja, sorry. Zij nog blijven verder praten, mag ook hoor. Ja. Neem een voorbeeld aan Matthias, geen schrik hebben. Ja, daar is iemand die geen schrik heeft. Ik vroeg mij af wat er inmates meegespeeld hebben. Of zijn dat allemaal echt acteurs? Nee. Ik denk 90% van de mensen die je rondom ons ziet, zijn ex-gevangenen, ex-gedetineerden, die nota bene in de gevangenis hebben gezeten waar wij gefilmd hebben. En die deel uitmaakten van de rehabilitatieprogramma. Dus we waren omringd met mensen die dat echt hebben meegemaakt. En dat draagt bij tot de authenticiteit, maar dat draagt ook bij tot de druk die je voelt als speler en als maker om natuurlijk echt tot de ziel van de dingen te geraken en niet zomaar tot de... acting is not enough. You gotta bring the real deal, basically. Want je zit hier met die ex-gevangenen en die staan op jou te kijken terwijl je eigenlijk hun verhaal aan het vertellen bent. En dat is best, dat is een nobel streven om dat te mogen doen. Maar het is ook beangstigend. Now you say something. I have no idea what you're talking about. I didn't understand like nothing, not even a word. I'm so sorry. any question in English?
I will say a question in English. Do you have a background with horses, or how do you come to write a story about this? I ride horses, I love horses, but it was more like the animal therapy program in this prison that I was very intrigued about and questioned me and very deeply. Obviously, I love animals, so I did it with a rabbit before, then it was with a horse, and yes, it was a coincidence, I was a writer, but it would have been with elephants or giraffe or anything, I would have loved it anyway. So it was not really about the horse, but I felt that it was something very poetic about the silence and invisible dialogues between the man and the horse, and how like I could observe that very closely through different steps of the training, like in the real prison. And I thought it was very simple and visceral, and like what they were building over days after days was like trust and respect and patience. And it was just very like a summarized about humanity just into like this body language and those breathes. And I thought it was very poetic and beautiful. So I was excited about this image, just this relationship. Even kijken of er op de achterste rij misschien nog mensen zijn daar. Ja, ik zie daar een mevrouw heel enthousiast haar hand in de lucht steken. Kunnen we daar een micro krijgen? Gooi hem desnoods helemaal naar achter. Alhoewel, daar zijn we misschien niet voor verzekerd. René Michiel, nog een paar trapjes hoger. Waar was het? Ja, daar, die mevrouw met het blonde haar. Bijna. Dank u wel. Het is eigenlijk een vraag voor Matthias. Ja. Matthias, u heeft de rol heel mooi gespeeld. En ik vroeg mij gewoon af of dat ik misschien een keer de gelegenheid kreeg om met u te dansen. Voilà. Ik zou zeggen, kom nou bij mij en dan zullen we het ineens doen. Oké, okay. En dan? Maar dan hebben we wel iemand nodig die zingt. Ik heb wel een beetje muziek nodig. En niet dansen op de leegte, hè? Er moet iemand zingen. Dus als we een goede zangeres in de zaal hebben die kan zingen, dan zal ik met plezier dansen met de vrouw. Allee, mag je dit dan nu? Why not? Wie kan er zingen in de zaal? Kom op. Zijn er mensen die kunnen zingen? Niet verlegen zijn. Zingen en dansen. Ah, zingen en dansen tegelijk. Ik moet ook parkeren. Zingen, kom heen. Maar nou, we gaan dansen. Oké. Okay. Ik kan dat. Dit is muziek, man. Wat blijft de muziek? Wat blijft de muziek? Zal ik zingen dan? De zaal is van jou. Ja, wat zal ik zingen, mensen? Ik hoop van u. Ik kan dat niet. Denk dat we het voor een andere keer bewaren, denk ik. Misschien niet een andere receptie of een karaoke sessie. Nee, oké. Okay. Ik ga nog eens kijken naar de zaal of er nog vragen zijn. We gaan de doe-vragen een beetje vermijden nu misschien. Durven of doen, durven of waarheid of durven mag nog, hè? Maar doen gaan we niet meer doen. Ja, ik kan proberen. Heb je iemand een vraag? Nee, iedereen is nog daar onder de indruk. Ah, we hebben daar gezegd. Nee, jij de receptie. Ja, er is nog een receptie straks, maar we gaan eerst even luisteren naar deze vraag nog en dan... Het is geen doe-vraag. I have a question for the director. How did you convince Matthias to join you? So we met several years before when I was writing the script, and I was trying to understand my characters. I went in a lot of facilities to understand anger and violence, and also vulnerability and humility. And there was a special energy that I was looking for. And when I met Matthias. And I felt that there was something very, it was like really every ingredient, every element that I was looking for. So someone has a mystery and a very raw energy, something that can like break your heart and also like extremely opaque and unreadable. And I think Matthias has all those qualities. And when we
he read the script, he responded to it. I think we were all like completely driven by something very personal that completely linked us and cemented us into this adventure. So not only I found the right actor, but also the right partner for all those years. So it was fate. And also I have to say that our agent, Rosalie, who is here tonight, Rosalie! Yeah, Rosalie! Rosalie was, she had that in her mind since the beginning. I was writing about this character, about an American, and obviously she was like, yes, Matthias, and I was like, it's not about like nationality, who cares? You know, there's more foreigners in American prison than Americans. And who is an American, anyway? But yes, there is something about Matthias, the right sensibility, humility, and toughness that was right for the character. So, yeah. I'm glad I made that choice. And thanks, Rosalie. All right, that's all the time we have. We have to move on to the last room. So thank you so much for the film. Thank you, Lilo. Merci, Lilo. Thank you for the vragen and for the vragen.